Hey allemaal, mijn naam is Kaylee en welkom bij een nieuwe aflevering van Koken voor Geeks. Vandaag gaan we iets klaarmaken uit de Netflix show The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ik ga checken dat ik dat juist gezegd heb. Want ja, yay, 10 punten. De show is eigenlijk een parodie op dat soort films. Films zoals The Woman in the Window, The Girl on the Train. Van die situaties waarin iemand ziet dat er iets gebeurt en niemand gelooft hen. Daar is deze reeks een parodie op. En Kristen Bell speelt alweer zo fantastisch goed. Ze speelt een personage dat veel verlies heeft geleden en dat nu haar soelaas vindt in grote glazen wijn. En hoewel dat de reeks de draak steekt met dat soort films, kun je toch ook niet anders dan meegesleept worden in het eigen verhaal dat ze hier vertellen. Dus het gaat alle kanten uit met twists en turns. En ik heb in verschillende momenten op het puntje van mijn stoel gezeten. En bij andere momenten heb ik echt ook zitten schaterlachen. Dus het is een goede mix. Het is echt heel fun om te bekijken. Het personage van Kristen Bell, Anna. Nee, niet Anna uit Frozen. Deze Anna. Naast rode wijn is haar ander kopingsmechanisme ook om chicken casseroles te maken voor de mensen in haar omgeving. En om een symbolische reden die ik niet ga uitleggen, ga de show zelf kijken, laat ze die chicken casseroles ook elke keer vallen. Dat is wat wij vandaag niet gaan doen. We gaan ze wel maken. Niet laten vallen. Wat hebben we nodig voor deze chicken casserole? 1 cup pasta. En hier zijn we weer met de Amerikaanse elbow macaroni's. 1 vierde cup parmezaanse kaas. 1 vierde cup gesmolten boter. 1 blik soep met room. In dit geval heb ik kippenroomsoep genomen, maar je kan ook champignonroomsoep nemen, broccoli roomsoep. 1 cup melk, 1 halve cup cheddar, 1 halve theelepel lookpoeder, 2 cups kipstukjes, die gaan we zo meteen nog koken. 2 cups wortelen en erwten die je laat ontdooien. 1 cup paneermeel. En dan eigenlijk verder nog wat kruiden die je er zelf nog wat aan wil toevoegen. In mijn geval ga ik er nog sowieso peper en zout aan toevoegen. Verder nog wat rozemarijn, tijm, eventueel wat Italiaanse kruiden bij het paneermeel. Dat is eigenlijk het mooie aan een casserole. Er wordt van alles samengesmeten en er is eigenlijk niet maar één juist recept. Dus vertrouw op je eigen smaak. Breng in uw super georganiseerde keuken 2 potten water aan de kook en snijd ondertussen de kip in stukken van 2,5 centimeter. Doe de kip dan bij het kokend water voor 10 minuten. Doe dan de pasta in de andere pot water, laat koken voor de tijd die aangeduid staat op de verpakking en giet nadien af. Verwarm ondertussen ook uw oven al voor naar 200 graden. Neem dan een kom erbij en meng daarin uw paneermeel, uw gesmolten boter en uw parmezaanse kaas. Dat zijn 3 goede dingen tezamen, deze kan niet mislopen. Giet uw blik soep uit in een grote ovenschaal van ongeveer 28 op 22 centimeter. Doe daar dan nog uw melk bij, gevolgd door uw heerlijke cheddar, lookpoeder, wat dat alles beter maakt, en dan nog uw pasta. Roert dat allemaal al een keer goed door, dan gaan de gekookte kipstukjes er ook nog bij. En ja, gevolgd door ook nog wel onze groentjes, hier de wortelen en erwten. Natuurlijk mogen er geen kruiden ontbreken. In mijn geval heb ik er peper en zout bij gedaan, rozemarijn, basilicum en ook nog een beetje cayennepeper. Bak dit zalige mengsel al een keer in de oven voor 20 minuten. Haal het eruit en roer dan een keer goed door. Dit is trouwens het ideale moment om nog een keer te proeven en te kijken of je nog een keer moet bijkruiden. Ik snap niet dat er mensen zijn die niet proeven van hun eten voor te kijken voor bij te kruiden terwijl ze aan het koken zijn. Ik snap het niet. Eten is life. Bestrooi uw doorgeroerde en bijgekruide schotel dan met uw paneermeel, mengsel en bak dan verder af voor 10 tot 15 minuten. Nope. Oh my god. Oh, this bitch heavy. Oh, god damn. En het eindresultaat ziet er dan zo uit. Ach, mijn zinnetje was schoon. Oh my god, look at this. Ik weet niet of je zo de doemp ervan kunt zien, maar het is aan het dompen, het is warm. Ik heb hier echt zin in, de deugd keigoed. Ja, ik zit er al in, hè. Bon. 1, 2. Ah! Laat eten vallen! Dat gaan we nog eens proberen. Oké, we gaan zien dat we alles hebben. Alright. Smakelijk. Alright. Oké. Okay. Oké, okay. Ja.
Het is heel interessant om een crèmige soep, om een roomsoep, als basis te gebruiken voor je saus. Dat geeft echt wel een heel romig geheel en bindt echt ook alles tezamen. Het is een saus geworden. Echt al in al niet zo gigantisch veel werk en eigenlijk echt wel een hele goeie. Ik ben fan van ovenschotels, ongeacht. Dus voor mij is dit sowieso een winnaar. Ovenschotel is gewoon zo tof, gesmet van alles samen. En dan een oven doet het werk voor u. I mean, dank u. Merci. En zoals ik zei, ik heb er nu wat mijn eigen kruiden bij gedaan. Je kunt zelf kiezen wat je erin doet, volledig naar eigen smaak. Hetzelfde met de rest van de ingrediënten blijft een moeilijk woord. Hetzelfde met de andere ingrediënten natuurlijk, hè? Want dit is nu met kip, wortel en erwten. Maar je kunt er perfect daar een vegetarische versie van maken of zelfs iets met vis. Ik denk bijvoorbeeld direct aan het klaarmaken met broccoli of prei en zalm. Of zoals ik zei, de champignonnen. Roomsoep gebruiken en heb je ook nog de champignons erbij. Er zijn zoveel manieren om dit recept aan te passen naar uw smaak. Zo, dat was het voor deze aflevering van Koken voor Geeks. Heel erg bedankt om te kijken. Overweeg om te abonneren. Like de video als je hem leuk vond. Deel de video ook. Maak het recept. Stuur het mij door. En ga niet uit uw raam staren om uw buren in de oog te houden. That's not cool. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye! Waarom vergeet ik altijd mijn lichtje in de juiste kleur te zetten? Helemaal, mijn naam is Neen. Mijn naam is Neen. Hallo. Oh my god. Ik vind het trouwens super jammer dat ik niet dezelfde soort ovenschotel. Wat ga ik doen met zoveel eten? Invriezen. Ja. Being a responsible adult. Alright, dank. Oké, bye.